deze video komt er iets anders uit te zien dan normaal. We gaan naar Heten toe om daar een carnavalswagen te spuiten. Oké, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Deze video komt er iets anders uit te zien dan normaal, want we gaan weer een weekvlog maken. Dus ik ga je weer helemaal meenemen door de hele week wat we allemaal aan het doen zijn. En we beginnen hier op dinsdagochtend, maandag ben ik altijd vrij, met het inpakken van de auto, want we gaan naar Heten toe om daar een carnavalswagen te spuiten. Dinsdag zit erop. Nou, op de achtergrond kun je het eindresultaat zien. Ik ga zondag zelf, als het goed is, ook kijken naar de optocht. Dus dan kan ik het hele geheel helemaal in elkaar gezet klaarzien. Nou, dat was dag 1 van deze week. Ik zie je morgen. Oké, het is dag 2. We zijn vandaag in het atelier aan het werk. Ik ga beginnen met het uitpakken van de auto. Sam is hier op de achtergrond daar deze camper aan het afplakken. Die gaan we morgenochtend spuiten. En ik ga beginnen met het uithalen van alle spullen die we gisteren gebruikt hebben. En daar gaan de spullen voor de workshop van morgen gaan er weer in. Morgenmiddag weer een workshop. Nou, zo zijn we lekker bezig. Oké, ondertussen heb ik wat platen weggebracht van de workshop van vorige week. Die waren met een grote groep, ze waren op de fiets, dus ze konden het zelf niet meenemen. Dus heb ik hier bij de school even de eindresultaten langs gebracht. En nu ga ik terug naar het atelier waar Sam lekker bezig is met afplakken. Oké, en nu zijn we lekker bezig met het doen van een workshop, kinderfeestje van Leila. Oké,
Oké, het is inmiddels donderdag. We gaan nu bezig met het spuiten van de camper. Nou, ga je een paar leuke shots van zien. Aangekomen in Vledder, waar we deze bloembakken gaan spuiten voor het corso. Nou, ze zijn nu nog helemaal saai wit en daar gaan we weer wat tofs van maken. Dus ik neem je mee, ik ga wat leuke shots maken en dan straks zien hoe het uiteindelijk is geworden. Oké, vanaf de workshop van Corso ben ik doorgegaan naar Dronten om daar een workshop te geven op het asielzoekerscentrum. Die kon helaas niet doorgaan, want het regende en het onweerde. Nou, we zouden onder tenten gaan werken. Beetje gevaarlijk. Terug in Zwolle. Blauwe lucht. Helaas, daar hebben we nu niks meer aan. Snel verder met deze. Boompjes in kleuren. Oké, het is vrijdag en ik werk nu op de laatste stukjes bij, zoals een stukje hier zie je nog een klein beetje lijms die ik erbij werk. En dan gaan we hem aflakken met een mooie blanke lak. Zo kleur je lekker een stukje in. Nou, dat wordt helemaal leuk.
Maar nu komt de volgende kleur. Wat ik dan doe, is dan spuit ik een beetje van een afstandje er tegenaan. En dan zie je dus dat je een beetje kleuren zo in elkaar over kan laten lopen. Oké, nou, zoals je in de beelden net hebt kunnen zien, zijn we weer bezig geweest met een Corso-workshop. Dit was de laatste van de hele reeks. En bij deze was het niet alleen de bloembak, maar ook de piano. Nou, daar geven we nog even de finishing touch aan, maar kijk hoe vet dit er al uitziet. Nice. Oké, de workshop bij het Corso zit erop. Een hele toffe bloembak gemaakt, hele toffe piano gespoten. Hier kun je denk ik nu het eindresultaat zien, of niet. Nu de auto weer helemaal ingepakt met alle materiaal voor een grote workshop. We gaan naar een brug toe waar we lekker droog kunnen staan, want er zit wat regen in de lucht. En daar gaan we een toffe workshop geven aan 50 personen van het ziekenhuis hier uit Zwolle. Nou, dat wordt helemaal leuk. Beelden krijg je nu te zien. Nou, het regent lekker hard, maar de klant is net hier om de camper op te halen. Ik ga nog even snel shots maken van hoe het uiteindelijk is geworden. De zijkant helemaal. En de achterkant, natuurlijk met resting for you. En hier de andere kant. Nice. Oké, dat was de video van deze week. Ik hoop dat je hem tof vond. Ik zit lekker op de bank. Het is vrijdagmiddag en ik ben er helemaal klaar mee voor deze week. Volgende week komt er weer een andere leuke video. Als je dit tof vindt, like, abonneer, laat een reactie achter en proost. En ik zie je in de volgende video.